En bij helder weer kun je daar, het dorp zien. Oh, kan dat? Ja. Oh, het is wel leuk hier. Ja. Ik bedoel, het is wel mooi hier. Ach ja, het is maar een plek, hè? Zeg, Sharon, waarom ben je eigenlijk teruggegaan naar de grote stad? Ach, kom schat. Dat verhaal kent toch iedereen? Dat is beroemd en berucht hier in de buurt. Ze vertellen me niet alles, hoor. Heb je niet gehoord? Ik heb mijn vader vermoord. Je hebt wat? Maar hoe dan? Oh, ik heb een voedelpop gemaakt, naalden in zijn reet gestoken. En toen ik 100 kilometer verderop was, viel hij dood neer. Wams. Hartaanval. Nee, dat heb je verzonnen. Misschien. Hey, maar vond je vader aardig dan? Ik bedoel, was je verdrietig toen hij dood ging? Ik weet niet. Ik heb wel gehuild, maar of dat nou betekent dat ik verdrietig was? Eerst voelde ik eigenlijk helemaal niks. Een beetje raar. En na een uur begon ik zo hard te huilen dat ik nauwelijks nog kon stoppen. En, nou vertellen ze hier dat ik mijn vader vermoord heb en dat ik niet eens ben teruggekomen toen ze hem onder de grond stopte. Tja. Maar waar was je dan toen ze hem... Zeg, is dit het wekelijks vragenuurtje of zo? Heb jij niks beters te doen dan oude wijven praat op te rakelen? Sorry. Ah, het geeft niet. Het is niet jouw schuld. Echt niet jouw schuld. Wat zou je ervan vinden als ik hier op kon zoeken in de grote stad? Ik weet niet hoor, schat. Ik heb daar nogal van alles te doen. Weet je wat zo fijn is van de grote stad? Is dat je er helemaal in kunt verdwijnen. Ben jij er wel eens geweest? Ik, ja. Ja, één keertje.
Toen zijn we naar Schiphol geweest om naar de vliegtuigen te kijken. Ja. Maar wat doe je daar dan allemaal? Nou, gewoon van alles wat. Ja, maar wat dan? Ja zeg, had ik niet gezegd, geen vragen meer. Oh. Sorry. Ik was alleen maar nieuwsgierig. Is je leeftijd. Naarmate je ouder wordt, besef je dat het heel beter is om helemaal niks te weten. Mag je nog een keer kussen? Nee. Heb jij geen vriendinnetje dan? Nee. En die Lotte dan? Zo'n bitje, dat kan ik zien. Maar die wil ik niet. Ik wil Lotte niet. Ik wil jou. Mm. Zeg, heb jij ooit een vrouw wel eens goed gekust? Echt gekust? Je bent toch geen nicht, zeker? Ik denk het niet. Heerlijk, kinder. Zeg maar, luister. Het wordt bijna donker. Wil jij terug? Nee, ik vind het wel leuk hier. Met jou. En jij? Dit hier is de plek op aarde waar ik het meeste van hou. In een plaats waar ik het minst van hou. Ik haat de mensen, ik haat de miserige bestaantjes, ik haat de kerk. Ik haat je vader het meest van al, had ik nog Jezus Christus zelf. Zo, dat is behoorlijk erg. Maar waarom ben je teruggekomen dan? Ik weet niet. Om te kijken of ik het kon, denk ik. Snap je dat? Ik weet niet. Ach. Ik ben een heks. Ik zal hem op de brandstapel moeten zetten. Ben jij jezelf wel eens verloren, Simon? Misschien. Ergens onderweg ben ik mezelf verloren. Ik weet niet waar ik vandaan kwam, waar ik naartoe ging, maar ik keek om me heen en ik was er niet meer. Weet je, als je bedenkt dat we nou allemaal een plek hebben waar we ooit begonnen zijn. En als ik daar nu naartoe zou hebben kunnen gaan voordat al die ellende begonnen was. Of als ik er nu weer naartoe zou kunnen gaan, dan zou ik verdomme weten hoe ik in elkaar zou steken. Maar ik blijf maar zoeken en ik kan het nergens vinden. Ik blijf maar zoeken en zoeken. En het is alleen op deze plek, hier, dat ik nog een beetje kan voelen. Alsof ik weer eerlijk ben. Snap je dat? Mag ik je nog een keer kussen? Je maakt me bang, Mom. Je bent zo jong en zo kwetsbaar. Ik voel me zo sterk dat je bijna in tweeën zou kunnen breken.
this life will hang on. Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not whole, hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure wat heb je daar onderaan? Niks, hoezo? Ja, dat dacht ik wel. Nou, doe niet zo preuts. Ik heb net gedoucht, mens. Ja, je zou wel vuil geweest. Nou, slaat dat nou weer op. Het enige wat ik zou willen weten is, waarom jij hier naartoe gekomen? Nou, dat heb ik je toch al gezegd, om een beetje uit te rusten en zo. Is dat wat je vanmiddag aan het doen was met die arme jongen? Oh, ik weet niet, mama. Zeg jij het maar. Wat was ik aan het doen met die arme jongen? Ik wil er niet aan denken. En ik wil er niet over praten. Oh, nee, maar alle andere mensen wel, hè. Alle anderen willen er wel over praten. Zelfs hè? Zijn moeder kon het zien. En die heeft inzicht van een goudvis. Kon zien wat er met dat jongen gebeurd was. Ze vroeg het aan me in traan. Ach, laat ze toch lullen. Heb jij enig idee hoe het is om verstoten te worden? Ik zou het niet overleven. Wat heb je tegen zijn moeder gezegd? Niets natuurlijk. Iedereen scheen het al te weten. Behalve ik. Mijn god, moet ik tegen iedereen zeggen? Wat moet ik tegen voorganger Michels zeggen? Je hoeft helemaal niks te zeggen. Het gaat ze geen ene moeder. Jij kunt hier komen en gaan wanneer jij dat wil. Maar ik woon hier, jonge dame. Ik ben te schande gemaakt voor mijn familie, voor mijn vrienden, voor de hele wereld. Dit is de wereld, niet mama. Het is mijn wereld. En het is mijn thuis. En als het jou niet aanstaat, jij hoeft hier niet te komen. Om alleen mij te schande te maken. Niet alles gebeurt om jou te schande te maken, mama. Dit heeft niets met jou te maken. Het is gewoon gebeurd, oké? Okay? Het gebeurde gewoon misschien wel omdat we het leuk vonden. Zo. Stel je voor. Misschien deden we het gewoon omdat het leuk was. Was dat ook zo met je vader? Wat? Het enige wat ik zeg, is dat jij zo je methodes hebt. Nou ja, ik geloof mijn horen niet. Jij hebt altijd al van die maniertjes gehad. En je arme vader? Nou, wat dan met mijn arme vader? Een goede man te schande gemaakt. En vernederd voor de ogen van zijn eigen mensen. Nee. We weten niet wat er allemaal gebeurd is. Maar hij is dood. En hij kan zich niet meer verdedigen. Maar vandaag hebben wij allemaal kunnen zien wat jij met de man kunt doen. Tjonge mama. Je zult wel denken dat ik
een of andere hoer ben. Is dat wat je denkt? Zeg, ik vraag je iets, denk je dat ik een hoer ben? Je weet dat ik dergelijke dingen niet in je mond neem. Nee, maar je zult er wel denken, hè? Dan vraag ik het nog één keer. Denk je dat ik een hoer ben? Ik zeg stop ermee om dat woord te zeggen! Want, weet je hebt gelijk, ik ben een hoer. Ik zeg stop daarmee! En weet je wat ik bedoel als ik zeg dat ik een hoer ben? Iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Oh ja, maar ik wil even heel zeker zijn dat jij weet wat ik bedoel als ik zeg dat ik een hoer ben. Ik bedoel dat ik man en nuf voor geld. Stop daarmee! Oh, misschien moet ik iets nauwkeuriger zijn. Er zijn er bij die willen alleen maar gepijpt worden. Er zijn er ook bij die alleen maar naar me willen kijken terwijl ik het mezelf speel en zichzelf dan afrukken om over mijn tieten klaar te komen. Er zijn er ook bij die komen altijd met z'n drieën en dan moet ik tegen roepen en die moet staan. Stop! En weet je, ik ben er nog vrij goed in ook. Mijn pooier zegt dat ik als geen ander voor het juiste geld een vent een burg voor zijn leven kan geven die hij nooit meer zal vergeten. Zeg maar, wat ga je doen? Zeg, je zegt dat je voor de jeugd gaat. Je liegt! Je zegt dat je alleen maar om een pijn te doen. Ik lieg niet! Je zei dat ze secretaresse. Secretaresse, mama. Ach, waarom niet? Ik bedoel, jouw gedachten. De 16 jaar oude Sharon werd verschijnt in de stad zonder opleiding, zonder verstand en steekt een baai als secretaresse in de wacht. Ach, mama, waarom niet? In jouw gedachten kan een meisje van 16, geloof ik, alles. Een meisje van 15, 14, 13. Jouw gedachte kan een meisje van 13 gewoon tegen de vader zeggen dat hij op me rolt. Als hij s'avonds op de slaapkamer komt en zijn handen onder de nachtjapon steekt. Nee, mama, waarom? Nee, stop je ermee! Ik neem aan dat ik wel op wat hij luistert zegt. Nog even volhouden, lieve. Nog even volhouden. Wacht maar tot ik klaar ben. Goed zo, verhaal bij mij. Als een meisje van 13 zegt, nee, papa. Nee, mama, nee. Nee, broer, dat doet zo pijn. Dan neem ik aan dat jij denkt dat iemand haar zal luisteren. Zeg, hou dat maar even vast. Hou dat maar even vast. Tot ik klaar ben. Ach, mama. Ik weet niet wat voor droomwereld jij leeft. Goeie pooien gezet. Je me regelmatig klanten bezorgd. Je me goed betaalt. Leuk appartement. Wat geld opgepot. Je houdt het niet eeuwig vol in deze business. En inderdaad, ja inderdaad. Nee! Ik heb zo mijn maniertjes. Nee. En weet je wat ik hier geleerd heb, mama? Ja, inderdaad, ik ga boven het bed van die goede appartement. Ja, jouw man, mijn vader. Kijk maar aan, jongen. Doe, Simon. Kijk maar aan, jongen. Je bent toch niet bang voor me, hè? Nee, meneer. Natuurlijk niet, want je weet dat ik van die
heel bijzondere manier. En er is geen bank. Geen bank te zijn voor iemand die van je houdt, toch? Nee, meneer. Je weet dat ik me verantwoordelijk voor je voel, omdat ik weet dat jij je vader nooit van hebt gehad. Omdat ik zie dat je het dringend nodig hebt. Ja, meneer. Ik bedoel, hoezo dan? Wat is er op die berg gebeurd gisteren? Goed, het zijn mijn zaken niet. En ik neem aan dat er niets is gebeurd waarvoor jij en je moeder hoeven te schamen. En dat is redelijk, denk ik. Ja, ik weet het niet, maar... Maar wat? Niks. Waar ik het over wil hebben is... liefde, Simon. Weet je wat ik met liefde bedoel? Ik denk het. Dat denk ik niet. Waar ik het over wil hebben... is het soort liefde dat je zoveel van iemand houdt dat je bereid bent te sterven voor die persoon. En hij is voor ons gestorven, voor ons allemaal, daar aan het kruis. Nou, wanneer wij gewone mensen over liefde praten, dan is het heel normaal dat we verzanden in zaken als zonde en zelfzucht. En dat geldt meer al te zeer wanneer we praten over seks. Sharon de Wit is een mooi meisje, vind je niet? Vind je haar mooi? Ja, ik denk het. Ja, ik ook. Heel mooi. Ja? Ja. Ik kan me nog goed herinneren hoe het was om een jonge man te zijn. Ja? Ja. Ik kan me goed voorstellen dat je naar haar kijkt, dat allerlei gedachten door je hoofd jagen. Hè? Dat allerlei hormonen door je lijf gieren. Erg aantrekkelijk. Tja, ziet u. Ja. U weet wel. Natuurlijk. Maar ik bedoel... laat ik het anders zeggen. Zou je het liefde noemen? Hè? Ja. Ik weet niet. Ze is erg slim en ze is erg lief. Ze is erg mooi, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Je weet het niet. Verwarrend, hè? Dat is het voor ons allemaal. Maar jij hebt iets wat andere mensen niet hebben, Simon. Jij hebt een band met Jezus via mij. En elke keer als je verward bent, dan kan je jezelf de vraag stellen. Wat zou Jezus doen in mijn plaats? En hij zal er vrij duidelijk in zijn. Hij kan niet toestaan dat je inlaat met vrouwen zoals Sharon de Wit. Vrouwen zoals zij die dagelijks boos zijn aan seksueel geweld. Aan uitspatting, aan perversie, aan waanzin en aan eenzaamheid. Ik ken Sharon de Wit goed. Ik ken ze zeer goed, al sinds ze een baby was. Ze komt uit een zeer goede familie, maar ze is niet in Jezus. En wie niet in Jezus is, die is in de geest van Satan. Dat is de eenvoudige, maar duidelijke waarheid. Ik zie in deze verleiding de hand van de duivel, Simon. Je moet uit de buurt van deze verleiding blijven, anders zal je eeuwig branden in het helvuur. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dan doe je nu een belofte. Huh? Voor jezelf. Voor je eigen bestwil. Voor Jezus Christus dat je uit de buurt van deze verleiding krijgt. Kun je me dat beloven, Simon? Ja. Ik denk het niet, voorganger. Waarom kan jij me niet beloven uit de buurt van deze verleiding te blijven? Begrijp je wat ik je vraag? Ja, dat doe ik! Maar alles is anders. Ik weet niet wat ik op dit moment voel of waar ik op dit moment ben. Ik kan het niet uitleggen, voorganger. Nou, ik kan het wel uitleggen. Je hebt daar gehad, je ziet het verschil niet meer tussen goed en kwaad. Maar hoe kan ze nu kwaad zijn? Nee, moet je goed naar me luisteren, je staat op een tweesprong. De Heer roept je tot zijn niets en de duivel denkt, nu kan ik je geen pakken, voordat hij vervuld raakt van de boodschap van de Heer. Je moet bidden, Simon, samen met mij, om kracht om tegen de duivel te vechten. Ik kan nu niet bidden, voorganger. Dat kan je wel, bid en kniel. Ik moet gaan. Nee, je gaat niet. Begrijp ik dat het Jezus via mij tot jou spreekt en dat hij wil dat je van me houdt. Snap het dan? In de ogen van Jezus zijn wij één. Jij houdt niet van die vrouw. Het kan niet!
Oh. Je bent sinds gisteren niet meer thuis geweest. Je zit me helemaal alleen achter in het huis. Wat is er met je gebeurd? Kijk eens naar jezelf. Alles is verkreukt. Ah, bemoei je er niet mee? Oh, nou mag ik geen vragen meer stellen, zeker, hè? Wat heb je gedaan? Rotzooi met de meiden, neem ik aan. Het is 7 uur in de ochtend. Ik ben met Aaron weg geweest. Oh, met Aaron weg geweest, hè? Dat is net zo'n brave jongen als jou. Jij raakt nog serieus in de problemen. Je gooit het geld op harder over de bank dan dat binnenkomt. En alleen maar omdat jij wel rotzooi met andere gietjes. Ik klaag nooit hoor. Ik zorg voor een gezellig huis en ik ben er altijd voor je. En in al die jaren is het nooit bij jou opgekomen om eens tegen mij te zeggen: ik hou van je. Hou ervan. Jij houdt net zo min van mij als ik van jou. Geloof, ik kan je niet voor de gek houden. Kind is niet van mij, dat is zeker. Maar je hebt niet helemaal het huis. En wat geld krijg je van je vader. En zo, ik mee moeten leren leven. Maar David, je wordt vader. Kijk me niet aan! Ik walg van je als ik je zo zie. Ja, maar jij wilde dit kind. Niet ik. Jij bent onvruchtbaar. Je ging ermee akkoord. We moesten toch iets? Het is niet mijn kind! Ja, maar jij wil dat ik kind! En ik weet niet hoe dat je bent! Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik wil die niet delen met jou. Maar ik kan niet anders. Blijf daar. Je slaapt het aan wel ergens anders. Ik wil nooit meer hetzelfde bed delen met jou erin.
dank je dat je me wilde helpen. Ik weet wat het is om me niet bij te horen. Ja. Het is goed mis hier, ja. Heb je pijn? Mijn hoofd doet pijn, maar ben ik lang buiten bewustzijn geweest? Nee, even maar. Nou, ik geloof dat het tijd wordt om mijn koffers voor de komende 15 jaar maar weer eens te pakken, zeg. Jij kan tenminste gaan en staan waar je wil. Ik nergens naartoe. Maar in je fantasie kan je toch gaan waar je wil. Nee? Kan niemand je afnemen. Hoe? Wat zou jij willen zijn? Een zanger. Een zanger? Ja. Oké. Okay. Jij, een grote zanger. Ja. Doe maar kijk eens. Hier. Met deze pil kan jij worden wat jij wil. Oké. Okay. Jij een zanger? Ja. Goed. Oh, hats off, here they come, those beautiful girls. That's what you've been waiting for. Nature never fashioned a flower so fair. No rose can compare, nothing respectable half so delectable. Cheer them in their glory, diamonds and pearls, dazzling jewels by the score. This is what beauty can be, beauty celestial, the best you'll agree. All for you, these beautiful girls. Thank you.
wakker gelegen. Binnen me afvragen, wat heb ik fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Luister naar me, Pauland. Ik denk dat het heel belangrijk is wat ik te zeggen. Ja, die jongen is zo in de war door die meid. Ik kan van voren niet meer weten dat hij van achteren leeft. Ik weet het, ik weet het. Ik had haar nooit naar hier moeten laten komen. Niemand geeft jou de schuld, Paula. Maar ik vraag je wel dit. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid in deze situatie? Ik weet het niet, voorganger. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Ik volg de lijn van de kerk. Ik verwacht weinig van het leven wat mij nog rest. Als u denkt dat ik... Ik bedoel als vrouw. Hè? Ik zie hier een moeder. Baren een kind verzorgen haar, voeden haar. Kleden haar wanneer ze huilde. Troosten haar. Nu vraag ik jou. Waar is jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van de vrouw? Die jij hebt opgevoed. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat kan ik nog meer doen, voorganger? Wat kan ik nog meer doen? Kijk diep in je hart en zeg. Heb ik alles gedaan wat mogelijk is? Natuurlijk, je kan niet komen en zeggen. Oh, voorganger. Hè? Alsof ik voor alles een oplossing heb. Maar er zijn bepaalde zaken tussen een moeder en een dochter waar een man niet tussen kan komen. En ik moet voor mijn eigen huis zorgen. Ik moet die arme jongen helpen. Zijn verstand terug te vinden. Dus, nogmaals vraag ik jou. Wat ga jij doen aan deze slechte vrouw die jij ter wereld hebt gebracht? Wat kan ik doen, voorganger? Stel dat Sharon hier blijft. Als ze hier blijft, dan zal er niemand nog voor jou willen zorgen, Paula. Dat mogen duidelijk zijn. Maar zover is het nog niet. Dus waarom bid je niet tot de Heer en vraag je hem dat hij wil dat je doet? Huh? Als je een hoop levens waar je over moet maken, is wat ik van jou vraag. Dat je bidt, zodat je weet dat de Heer wil dat jij doet. Ja, voorganger. Dat zal ik doen. Mooi. Ik zal bidden. Ik zal ook bidden, Paula. Voor jou. Meer kunnen we niet vragen. Paula bad. Ze zat op haar knieën en bad. Bad en bad. Ze was hartverscheurend en de tranen stroomden over haar wangen. En ze wachtte tot ze die stem hoorde, die wij allemaal zo goed kennen. Die zachte, vriendelijke stem van hoop en liefde. Ze bad erom. Ze hunkerde ernaar. Naar die zachte, vriendelijke stem van hoop en liefde. Met al haar pijn en angst en verdriet wachtte ze tot ze die stem hoorde. Maar hij kwam niet. De Heere verkoos, zoals hij dat wel vaker doet, te zwijgen en hield al zijn geheimen voor zich. En uiteindelijk zat er voor Paula niets anders op dan op te staan, haar tranen weg te vegen en het stof van haar knieën af te slaan. En de trage, pijnlijke tocht naar huis te aanvaarden.
met Jack. Hoi Jack, met Sharon. Hé hey Sharon, waar was je nog? Je zou maar een week weg blijven, Trut, en je bent nou al 2 weken weg. Zeg, luister Jack, jij bent wel mijn pooier, maar ik niet jouw slaafje, hè? Zit je nou nog steeds met je reet in Hostieland? Kijk maar uit, straks bekeren ze je nog. Nou, weinig kans hoor, Jack, maar zeg, luister eens, je moet me helpen. Je zegt het maar hoor, dan kan je me later in Natura terugbetalen. Even geen grappen, Jack. Echt, ik zit hier goed in de shit. Het zal er eens geen waar zijn. Ze zit in de shit. Ja. Zeg, Jack, zou jij mij vanavond op kunnen komen halen? Ja, dag, je komt maar met de bus. Tegen de tijd dat ik daar ben, is het nacht. Ja, luister, het is zonde, er rijden hier helemaal geen bus meer. Ik moet hier vanavond nu echt weg. Oké, wijfie. Het is dat je goed geld opbrengt, want anders dat je het mooi kunnen bekijken. Wat is het adres? Nou, ik denk dat het beter is dat je me niet voor de deur komt ophalen. Maar aan het begin van het dorp is een bushalte. Daar sta ik wel te wachten. Als je me daar komt ophalen, is het goed. Oké, en zorg dat je gelijk je spullen dan hebt. Dan kan je vannacht nog samenwerken met Annette. Die brengt gelijk mee. Nog werken? Is het zo druk dan? Ja, het is zomertijd, Sharon. De vakantiecentrum moet op. Nou, goed. Zeg Jack, ik zie je straks. Hoi. Hoi. Binnenkomen? Nou, ik heb het nogal druk. Maar sta je daar al lang? Nee. Ik moet praten. Echt, we moeten praten. Nou, heel even, want ik heb echt ontzettend. Ik wilde je zien. Nou, kom je wel van heel dichtbij kijken, hè? Weggaan? Nou, ik zou wel eens willen weten waarom niet. Ik hou van je. Ach, wel nee. Je wilt alleen maar met me neuken. Ja. Naarmate je ouder wordt, leer je het verschil vanzelf wel kennen. Dan wil ik met je mee. Ik kan hier toch ook niet blijven? Wacht nou een paar dagen, dan kalmeert het wel, schat. Hè? Ik bedoel, je hebt hier een mooi en een goed leven. Jij wordt voorganger, nou dat is mooi. Je weet waar je heen gaat, je weet waar je vandaan komt. Dat is goed. De voorganger heeft me op mijn mond gekust. Mijn hoofd is helemaal op de war, dat het tolt helemaal. Ik begrijp het niet. De gore klootzak. Het is hier ook één groot leugen. Een mooi verhaal wat de mensen zichzelf vertellen zodat ze niet bang hoeven te zijn in het donker. Het is lief, gezellig en een mooi verhaal. Maar het is en blijft een leugen. Als je eenmaal weet dat het een leugen is, kan je nooit meer geloven dat het de waarheid is. Ben jij de Sharon? Ben je bang? Bang in het donker? Laat me met rust, oké? Ben je bang in het donker, Sharon? Je hoorde wat ze zei, Simon! Ze zei dat je moest gaan. Doe maar, ga maar. Ik zie je straks nog wel, oké, schat? Dit is mijn huis! En je bent hier op dit moment niet welkom! Ga maar.
Ten eerste, wil ik die jongen hier niet in mijn huis hebben? Niet zolang jij hier bent. Ik neem aan dat ik geen controle over je heb als je op straat bent, maar ik bepaal wat er onder mijn dak gebeurt. Dat ten eerste. Gisteravond zijn die harde woorden gevallen. Ik weet dat. Misschien bedoelde je niet, misschien wilde je niet. Waar ga je heen? Ik heb hier geen tijd voor, mama. Jij hebt alle tijd. We hebben nog de hele avond, Sharon. De hele avond om het uit te praten. Hoor je me, jonge dame? Sharon! Sharon, ik praat tegen je. Jij denkt maar door te kunnen gaan. Zo uit de hoogte te doen. En de meest vreselijke en kwetsende dingen te zeggen. En ik heb je niets hoeven te zeggen. Is dat het? Nou, ik heb ook gevoelens. En ik heb gevoelens over dit, Sharon. Sharon, hoor je me? Waar ga je heen? Ik ga terug naar waar ik vandaan kwam. Dit zijn mijn koffers. Daar ben ik mee gekomen en dan ga ik weer mee weg. Dat kan niet. Reken maar dat het kan. Ik heb alles al ingepakt. Als jij me even met de auto naar de bushalte brengt, dan komen mensen mij halen. Nee, Sharon. Hoor je me? Ik zeg het je. Ik sta het niet toe. Belachelijk. Jij staat het niet toe. Ik doe al 14 jaar lang waar ik zelf zin in heb. Ach. Maar ik kan je toch niet terug laten gaan? Dag, schecht. Stop daarmee. Zeg dat nou niet, mama. Ik kan je toch niet terug laten gaan? Naar die plek, naar dat leven. Oh, dus dat is het. Nou, maak jij jezelf maar geen zorgen om mij. Je hebt al 17 jaar lang gedaan alsof je van niks wist. Dan kan je gewoon blijven volhouden. Zeg maar gewoon tegen jezelf dat het niet gebeurt. Daar ben je goed in. Ik was blind. Maar nu zijn mijn ogen geopend. Jij hebt ze geopend en ik kan ze nooit meer sluiten. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk. Verantwoordelijk? Jij? Jouw kleine meid verdwijnt. 14 jaar lang heb je niet willen weten waar ik was. 14 jaar lang heb je bek niet tegen me open gedaan. Naar een hond zou je nog gezocht hebben. En dat maakt jou verantwoordelijk. Ach, met. Je bent mijn dochter. Ik heb je grootgebracht. Ik heb je me meegedragen. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk. Nou, ik zal aardig voor je zijn. Ik zal je ontheffen van alle verantwoording. Verleden, heden en toekomst. Hou je mond en zwijg erover, want het gaat je godverdomme helemaal niks aan waar ik naartoe ga. Over een half uur komt mijn vent me ophalen bij de bushalte. Als jij me niet brengt, mij best, dan vraag ik wel even of hij hier bij jou voor de straat, mij hier bij de deur komt ophalen. Dus mama, breng je me, ik moet het nu weten. Sharon, alsjeblieft, ga niet weg. Mama, laat me nou gewoon hier vandaag, dan zijn we allebei een stuk gelukkig. Nee, Sharon, niks mee. Mama, stop daarmee. Moet ik op mijn knie? Sharon, alsjeblieft. Stop. Alsjeblieft, ga niet weg, ga niet. Stop daarmee, mama. Alsjeblieft, stop daarmee. Ik smeek. Stop. Doe het niet. Ga niet weg. Alsjeblieft. Ik vraag het. Ga niet. Ga niet. Zo. Kunnen we de hele zaak niet gewoon vergeten, mama? Hm? Hoe kan ik ooit de dingen die ik gehoord heb vergeten? Nee, ik bedoel, kunnen we niet gewoon vergeten wat er gebeurd is? Hm? Vergeten waar we vandaan komen. Vergeten dat we elkaar ooit gekend hebben. Vergeten? Hoe kun je zoiets zeggen?
gewoon ophouden hier en nu, mama. Als je, nee. Alsjeblieft, mama. Nee, dat kunnen we niet. Mama, wat ga je doen? Mama, je moet me nog wegbrengen. Mama, doe maar toch. Stop toch. Paula rende de kamer uit. Zonder te weten waar ze was. Wat moest ze doen? Haar dochter weer aan de onderwereld afstaan? Dat kun je als moeder toch niet doen? Maar ze kon ook niet blijven. Paula zou verbannen worden, uitgestoten en uitgekotst door de gemeenschap. En niemand zou me helpen op haar zieke oude dag. Zeg, mam, ik moet er om 10:30 klaar staan. Kom je dan nog? Ik heb echt niet zoveel tijd meer, hoor. Paula beet over haar hele lichaam, alsof de aarde onder haar schudde. Hoe in haar hart ging in haar borst tekeer als een oude motor. Plots zag ze daar het oude houten bureau staan van haar man. Met daarop de kandelaar die hij ooit van de kerk had gekregen voor zijn goede verdiensten binnen de gemeenschap. De wereld hield stil. De stilte Gods was over haar gekomen. De stem van de Heere was over haar gekomen. Als water. Als regen. En al haar vragen waren beantwoord. Meteen. Zeg, mam, wat is er aan de hand? Je neemt toch niet weer van die pillen? Daar zijn ze niet voor, hoor. Ben je klaar? Ik ben klaar. Wat heb je daar? Wat oude kleren voor Roemenië. Ze hangen al zo lang in de kast. Ik geef ze even af bij de kerk. Ben je zover? Ik ben zover. Alsjeblieft, Jeroen, help me, het is zo gebeurd. Nou, oké, okay, ja. Alsjeblieft, mijn benen doen zo zeer. Pak jij die zware? Ja. Ik heb die andere al. Sommige dingen veranderen nog wel. Met een mens. Sorry. Ja. Wat doe je nou? Ik ga toch weg, hoor. Je kunt tijd rekken wat je wil, maar ik ga toch weg.
Yes, I do.